Vanochtend tijdens de training stonden Marcus Berg en Ron Jans nog even relaxed na te praten over de wedstrijd van zaterdag. Want de grote vraag was, staat hij in de basis of niet? When did you hear that you were gonna play from the start? Actually, I asked Rasmus about it on the dinner before the game, and he said that I'm gonna play, and that the trainer said it on Friday, and I didn't knew that, so. In het eerste half uur gebeurde er zaterdag helemaal niets. Dit was het meest opvallende moment en ook het meest pijnlijke voor Koen van der Laak. Tyron Loran raakt hem vol op zijn slaap. En 10 minuten later houdt Van der Laak het voor gezien. Hij heeft een lichte hersenschudding. Vanochtend heeft hij wel voorzichtig wat getraind. Wellicht dat hij er zondag tegen de Graafschap weer bij is. Dit is het eerste gevaarlijke moment van de wedstrijd. We zitten pas in de 39e minuut. De kans voor Leurling. En de redding van Van Loo. Groningen was tot dat moment ook nog helemaal niet gevaarlijk geweest. Dan zitten we in de laatste minuut van de eerste helft. Als een duveltje uit een doosje. Goran Loveren. Het was pas de eerste kans van FC Groningen. Ze speelden helemaal op eigen helft met 11 man eigenlijk. En ja, dan is het gewoon moeilijk voetballen. En voor ons ook aan de zijkant, voor Koen en mij. We hadden dan de backs bij ons staan. En als we naar binnen trokken, dan pakten de middenvelders ons op. En ja, we hadden eigenlijk wat dat betreft dubbele dekking. En je weet natuurlijk nooit hoe een tegenstander precies tegen ons gaat spelen. Want omdat wij 4-4-2 spelen, ja, hebben ze daar nog wel eens varianten in. En hier was het gewoon zo dat wij bij Sanko en Kruiswijk hadden wij een man over. En er lag heel veel ruimte. En dan heb je Rasmus Lienken, die kan erin ondersteunen. Maar dan moet Loveren, die moet diep. Die moet meer richting de spitsen gaan en het veld zo groot mogelijk maken. Zodat je die ruimte krijgt. En dat deden we niet goed. Het eerste kwartier van de tweede helft was knoeterhard. Hier een overtreding van Lindgren en de wraakactie van Patrick Metilica. Daar staat maar 1 straf op. De rode kaart. NAC verder met 10 man. Het had ook 9 of 8 kunnen zijn. Dit was een overtreding van Kolka op Bruno Silva. En op deze actie Penders. Vol op de enkel van Nevland. Penders kreeg er geen enkele kaart voor. We hebben het net van tevoren over gehad, ook naar aanleiding van de opstootjes in verschillende wedstrijden en ook bij ons. Je moet je concentreren op het voetballen en dat hebben we eigenlijk wel goed gedaan. In het laatste kwartier deed FC Groningen dat zeker, behalve dit moment. Sanko weet te voorkomen dat invaller Matthew Amoah de gelijkmaker maakt. Daarna was het FC Groningen wat de klok sloeg. Hier Marcus Berg speelt Nevland vrij. En die maakte 2-0 en dat was de beslissing. Een prima voorbereiding van Berg. Ja, yeah, it was a throw in and I took the ball and it was late in front of the goal and Eric came, so it was good. Zoveel hebben beide spitsen niet kunnen laten zien en zoveel kansen hebben ze niet gehad. Maar dat ene moment, dat geeft al naar de toekomst iets aan dat ja, met z'n tweeën, dat ze ja, in de buurt van de goal gewoon levensgevaarlijk zijn. Dan zitten we in de 80ste minuut en wordt Marcus Berg vervangen door Stefan Nijland. Hij kan terugkijken op een redelijk debuut, alleen de afstemming met de medespelers kan nog beter. Het is wel difficult. I don't know all the names yet, and you know, so of course it was difficult, but we have to learn each other and I think it's gonna get better and better. Het is wel heel duidelijk. Hij vroeg een paar keer de bal in de ruimtes en ja, dan kwam de bal niet. En wat dat betreft is hij ook afhankelijk van de ballen die hij krijgt. En ja, dat kan alleen maar groeien. De invallen van Berg. Nijland deed het prima. Hier scoort hij. Alleen, hij stond buitenspel. Vader Hans, die kan er wel om lachen. Ik wissel om een aantal redenen. Nou, we vonden dat Nederland dat dit mooi was om wat ervaring op te doen. Maar we wilden absoluut dat we voorin meer druk zouden zetten op de achterhoede van NAC. En vandaar dat we ook met 3 spitsen zijn gaan spelen. Hij wat meer vanaf de linkerkant en meer vanaf de rechterkant. En ja, daar in die fase kregen we ook kans op kans eigenlijk. En dan is het wel mooi dat hij, ja, hij kan zijn debuut opluisteren met een goal in blessuretijd. Dat doelpunt, dat was dus niet geldig. Maar deze actie die er nu komt, wel degelijk. De inspeelpaas van Lindgren, Nijland helemaal vrij. Ziet naast zich Flederis en het is 3-0. Nijland had hem natuurlijk ook zelf af kunnen maken. Maar hij besloot de bal breed te leggen op Mark-Jan Flederis. Nou ja, ik stond er beter voor dan Stef. Dus wat dat betreft wel. Maar als hij hem er zelf had ingeschoten, had ik hem ook vergeven. Maar als hij had gemist, natuurlijk niet. Als jij in de positie van Stef had gestaan. Wat had jij gedaan? Ik had hem ook afgelegd hoor.
FC Groningen begint het seizoen uitstekend met een 3-0 overwinning. De eerste wedstrijd is toch altijd wat extra spanning. En als je dan met een 3-0 overwinning in de bus stapt, dan voelt dat lekker. En nog steeds.